Hartvakt is een servicepunt voor amateurkunst in de gemeente Tilburg. Wij verstrekken subsidies, we maken beleid en we stimuleren amateurkunst in de gemeente. En de cultuurnacht hoort daar bijvoorbeeld ook bij. En dat doen wij samen met Factorium Podiumkunsten. Omdat wij het belangrijk vinden om Tilburgs talent, het thema Made in Tilburg, te presenteren. En dat is er volop in de amateurkunstsector. In het park. Dit is het 1, 2, 3, 4e bankje. Je zit op het verkeerde bankje. Hoi. Ik ben Joop. Nou, en ik zat net bij mijn moeder, ik zat een thee te drinken. En die had toch een leuk verhaal, want er was een boer die kwam ze tegen. En toen zat ik Het is allemaal geïmproviseerd. Ja. We proberen semi-professioneel te zijn. Dus wij zijn ook inmiddels, de meeste van ons hebben of enkele jaren drama gedaan, of Eva studeert nu drama. Dus de meeste hebben een achtergrond op het theater. Dus we hebben een theaterprogramma waarbij improvisatietoneel is, koren, theateroptredens. We hebben ook een foyer in de huiskamersetting waarbij singer-songwriters optreden. En waarbij onze bluesmeester Peter een workshop blues geeft voor kinderen en voor volwassenen. En je kan je instrument meebrengen en zelf meespelen. En op het plein bij het lesscherm hebben we allerlei dansoptredens van cursisten van Factorium, van de vooropleiding dans en ook van de richting uitvoerend van Fontes dansopleiding.